goed op de vlog. Hou je mond, joh. Nou gaan we beginnen, ja? Goedenavond allemaal. En we gaan de allerlaatste fractievergadering van dit seizoen beleven. Ik ga even meenemen in de vaste riedeltje in ons gemeentehuis. Kijk. Deur binnen. Ga even koffie halen. Over de trap op. Ja, hallo. Kijk jongens, dit is al de fractie. Hier zit Kees, dan heb je Niels, Michiel, Danny en Teun. Jongens, daar zijn we vanavond naar het gemeentehuis. En we hebben vanavond een debat gevoerd over, over HPV en over de veiligheid van mensen. En over daarmee dus over het integrale veiligheid, integraal veiligheidsplan van de gemeente en de kadernota daarbij. En we hebben heel erg benadrukt dat de christelijke partij die waardevol is en die ook echt voor alle burgers strijdt. Die om alle burgers geeft. Ik heb bij de benadering dat dorpen en buurten veilig zijn. De aanpak van veiligheidsproblemen door de ChristenUnie hard in de samenleving. Hard waar het moet, zacht waar het kan, maar altijd met een hart. Ook had ik daarmee een gesprek met Evert van Gemeentebelangen. Die interpreteerde woorden van de burger en van de burgemeester anders. Ik vind dat we de investering moeten behouden op het juiste moment. Dus de investering moeten we behouden op het nieuwe jaar. En als we willen dat we echt vuurwerkvrije zones hebben, dan moeten we daar een extra investering op bovenop doen in plaats van een investering B. Je had het gevolg als mens. Heel goed. 2009 met de vingers af van hulpverleners. Want die staan hun mannetje. Wat wensen jullie de volgers toe? Nou, wij wensen iedereen prettige feestdagen. En een heel gelukkig 2019. Met veel vuurwerk. Hoppakee, bingo. Doei. En loopt dan. Dit is Kees. In het midden staat iemand anders. Jij hebt vandaag voor de eerste keer geschaatst. Hoe was het? Ja, superleuk. Prachtig ijs. En spannend dat ik de eerste was. Ze was de eerste en dat was ook een van de beste, zegt ze. Ja, omdat ze de eerste was natuurlijk. Ja, uiteraard. Ja, de eerste kan de beste zijn. Ja, dat was een beetje jaloersachtig. En na mij gewoon niemand die beter was. De burgemeester Kottenberg schaatsen. Morgen rijden we met burgemeester Kottenberg schaatsen. Ik heb het plan wel opgevat. Hij weet het zelf nog niet, maar dat gaat wel goed komen. Ja, precies.